Hallo dames en heren, tof dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Comic Con, we zijn al gekleed. Hier hebben we Lotte, die is ook verkleed. Zij is in Japanse stijl. En ook, ik ben nu een Jedi. Ik heb ook een zoiets op mijn hoofd, een kap hierop. Dat is wel cool. Maar voor mij is het de eerste keer dat ik naar Comic Con ga, dus ik ben wel heel benieuwd. Ik ben net van de trein afgestapt. En nu moeten we dan nog overstappen om een bus te nemen. We moeten even kijken waar we de bus moeten nemen. Zo, we zijn dus nu op de bus. Ja, dus, er zijn nog andere mensen gekomen die ook naar Comic Con gaan. We zijn wel nog de enigste mensen die verkleed zijn, die we tot nu toe zijn tegengekomen. Dus hopelijk zien we nog straks nog andere mensen verkleed. Oké, we zijn nog bijna. Daar is het stadion van de Rode Duivels. En daar zien we in de verte ook mensen verkleed. Nog even wandelen. En dat gebouw zal doorgaan. Ik ben benieuwd wel hoeveel mensen er zullen zijn. Zo, we zijn er nu bijna achter mij. Dat is het Atomium, zoals je kan zien. We zijn echt heel dicht bij het Atomium, dus heel erg diep in Brussel. En daar is de ingang dus. Ik ben wel heel benieuwd naar. Ik ben eigenlijk nog nooit naar Comic Con geweest. Zij is wel naar Facts geweest. We zijn dus nu net binnen en hier is van Fayana, die film. Die film gaan we, de tweede gaan we binnenkort ook zien als die uitkomt. Kijk, hier hebben we echt mooie lampjes. Alleen ze zijn wel duur. We hebben hier heel veel kraampjes. Met allemaal dinges. Vooral veel knuffels hier. Nu komen we Boba Fett tegen. I am Boba Fett. Er zijn hier ook posters en ik ben wel misschien wel deze te kopen, die ziet er wel goed uit, dus denk ik... Dat is die dan waarschijnlijk? Ja, deze. Oké, nu zijn we weer bij zo'n boom, deze boom is ook gekleurd. Deze moet me denken aan Iron Giant. Ik heb twee posters gekocht, ik heb twee posters gekocht. En zij heeft al een pul gekocht. Yep, een mooie pul. Hè? Ja. We gaan het dus straks op het einde van een vlogje stonen misschien, maar we hadden gekocht. Lotte heeft net ook een masker gekocht. Dat is wel een schattige masker eigenlijk. Dus we zijn nu gaan eten. Is wel iets kleins. En we zijn wel vergeten om een rijstok te kopen. Dat is wel jammer. Hier zijn ook Japanse boekjes. Maar blijkbaar moet je deze van achter naar voren lezen, heeft Lotte net verteld. We hebben een kaart gekregen en we zijn nu bij... Wacht, Lidl Asia, dat was hier zo. We zijn ook nog net bij een Aziatisch kraampje geweest, alleen voor eten, maar alleen was wel een beetje duur. We gaan nu hierheen. Nog een Jedi. We komen hieruit. Daar is zo'n Halloween ding, maar dat gaan we niet doen omdat daar te lang aanschuiven is. En dan zijn we nu hier. Geen idee wat we hier zullen vinden. Hier zijn ze aan het rolschaatsen. Dat is wel leuk. Aan het rolschaatsen, voetbal. Ah ja, dat is het ding van Harry Potter. De zwerkbal of hoe was het ook weer in het Engels? Wat is die Quidditch of zoiets? Of, Nee, dat komt voor in de film. Ja. Die stoppen zijn bezig, slaan ze op zitten en vliegen. En die ballen van zijn spel maken. Ja, wacht maar, hoe heet dat? In het Nederlands was dat zwerkbal. Maar was het weer in Engels, was dat niet Quidditch of zoiets? Ja, hier is minder druk, dat is wel fijn. Net kwam een stuk waar wel druk was. Er zijn nog kraampjes. Allemaal zwaardjes hier. Zij heeft ook zelf een wapen bij zich. Een mes. En hier nog meer zwaarden. Het zijn er wel veel. We always give away prizes, but besides prizes we give away beverages. A little drink. You want one? You're too young. My apologies. This one is all yours, my lady. Make sure to drink as well, people. Make sure that you share the fun. But most importantly, take care of yourself. Hier zijn we nog allemaal games. Ik ben tegen de vlog aan het praten. Oh, ik kan ook blijkbaar dansen. Dat is wel leuk. Wil jij graag dansen? Oké, we kunnen het misschien doen. Oké. Dit zoek zijn we nog niet geweest, dus ik ben benieuwd wat we gaan tegenkomen. We moesten dus daar straks even zoeken naar een eetplek en dan hier.
overal eten. Verdorie. Hier kun je ook makkelijk ook zitplek vinden. Er wordt hier ook gedaan aan Farming Simulator. Weer allemaal games hier. Oké, dus we zijn nu even buiten. We gaan weer naar huis toe. Daar hebben we het atomium weer. Het was gezellig, alleen ik heb niet zo heel veel kunnen filmen. Dat is wel een beetje jammer. En dan ik ga straks misschien nog in de vlog tonen wat we allemaal gekocht hebben. Dat is wel leuk om te zien misschien. Oh, een Sims 4. Okay, we zijn nu aan het wachten op de bus naar huis. Nog even 10 minuutjes wachten. Het was wel leuk vandaag. Alleen het was wel veel te druk, vond ik. Je had zo heel veel goede foto's kunnen maken of niet zo heel goed kunnen filmen. Dus we zijn nu net thuis bij Lotte. En ik ga ook even tonen wat we in Comic Con gekocht hebben. Zij is wel van speciale drankjes, dus dat zijn niet deze twee drankjes dan. Hier ook nog wat dingen. Volgens mij is dit Pokémon, ik heb geen idee. Hier nog kaartjes van Pokémon. Ook nog wat dinges. We hadden ook Just Dance gespeeld en als je dat speelde kreeg je blijkbaar een zakje chips, dus was wel leuk. Oh ja, dit was heel speciaal. In de zak kijken, speciaal soort van gedroogde fruit. Dus, maar het smaakte een beetje zoals snoep. Ja, eerst deed die mevrouw de zak maar vol en moesten we bijna 150 euro betalen, dus gelukkig is zij goed in onderhandelen. Nee, we gaan alleen maar 20 euro betalen, zeg. En dan was er nog voor 50 euro bieden. Ik zei, nee, doe dat er maar allemaal uit, ik wil maar 20 euro betalen. Ja, uiteindelijk hebben we er dan iets van 25 of zo betaald. Oh ja, ik had ook nog posters, maar die kan ik nu niet tonen. Naar mijn eigen thuis ga ophangen. Oh ja, Toulouse moet ik ook even filmen. Toulouse. Hij heeft ook nu een strikje als haar kat. Schattig toch? Kijk eens naar de camera. Wil je iets zeggen tegen de vlog? Denk niet dat ze wel. Hoe gaat het, Toulouse? Oké. We laten Toulouse gaan leven. Toulouse er met rust laten. En we wou nog ietsje naar de kamer omhoog hangen. Dus ja, raad eens welke poster van mij is. Dit zijn dus de twee posters die we ook gekocht hebben. Ja, de Ahsoka poster is van mij en dat is van een serie, denk ik, 100. Ik ken het niet zo, de 100.